Alles uit de kast, elke trui telt. Dat is de slogan van de Warme Truiendag, een initiatief van Klimaatverbond Nederland. Dat doe je niet alleen voor je eigen energierekening, maar ook voor het klimaat. Als heel Nederland 1 graad lager stookt, besparen we op één dag zo'n 6,3 miljoen kilo CO2. Het jaarverbruik van 2600 huishoudens. Zouden we dat nou een heel stookseizoen doen, dan besparen we zelfs 1 megaton CO2. Heel veel nullen die goed zijn voor bijna 30% van de doelstelling in het Klimaatakkoord voor alle gebouwen. Met de Warme Truiendag probeert Klimaatverbond Nederland dus de energieverspilling te lijf te gaan. En dat is hoog nodig, want als we in dit tempo doorgaan met de CO2-uitstoot, heeft dat ook voor Nederland grote gevolgen. Er zijn 4 verschillende scenario's opgesteld door het KNMI en ze slaan allen dezelfde weg in. Allereerst zien we een stijging van de temperatuur. We gaan steeds meer richting een mediterraan klimaat. Dat is fijn voor je portemonnee in de wintermaanden. Je hoeft minder te stoken. Maar tijdens de zomermaanden zul je juist meer verkoeling nodig hebben. Denk aan een airconditioner. En dat kost weer meer geld. Daarnaast zien we dat de zeespiegel steeds sneller stijgt. Al zal het precieze tempo afhangen van de wereldwijde temperatuurstijging en het smelten van gletsjers en ijskappen. Door verzilting zal landbouwgrond verdwijnen en ook de kans op overstromingen neemt toe. Verder zien we extremer weer. Het zal in de zomer minder vaak regenen, maar als er buien vallen zijn deze heftiger van aard en kunnen ze flinke schade aanrichten. Meedoen is simpel. Zet de verwarming lager, trek een extra warme trui aan en bespaar per graad 6% energie en uitstoot.